Wie is dat jongetje? Dat ben ik. Wolter Nijland. Dat is toen 14 jaar oud. Dus die geschiedenis gaat nog verder terug dan u op 14-jarige leeftijd, ja, hè? Ja. Ik heb nog foto's van mijn vader uit 1928. Toen was het niet Osterbeek, maar toen heette het Togo. Tot ons genoegen opgericht Oosterbeek. En uw vader staat op die foto? Ja, die staat hier bovenaan. Wie is uw vader? Deze hier. Man met de, heeft nog sokophouders aan met voetballen. Ja, meneer Nijland, dat was nogal een avond gisteren. Inderdaad, ja. Het was een beetje rumoerig allemaal, hè. En ja, emotioneel vooral. Het einde van de club, dat hakte wel in, ja. Ja. Het is gebeurd. Het was het plan, heb ik begrepen, dat de club in zijn geheel zou samengaan met de andere Oosterbeekse club? Met OVC, ja, dat was de bedoeling. Maar dat is afgestemd en toen heeft de jeugdcommissie gezegd, dan gaan wij aan blok met de jeugd naar OVC toe. Oosterbeek heeft een geweldige schuld. Dat is, hoeft niet onder stoel of bank, dat is iedereen bekend. En ik denk dat OVC die schuld niet wilde overnemen. Nou, toen hebben die ouders gezegd, nou, dan gaan we ook niet met OVC in zee, hè. Dan gaan we ook niet fuseren. En dat ligt toch gevoelig in Oosterbeek, hoor. Dat is het cultuurverschil, noemt men dat. Ja, dat los je niet 1, 2, 3 op. We hebben zelfs vaak geprobeerd te dus, gaan fuseren, maar het lukt niet. Is dat niet eeuwig zonde? Ja, natuurlijk is dat eeuwig zonde. Ja, als je nooit verder kunt kijken zodat je neus langer staat, dan komt er niks van de grond, joh. Ja. Dat is een wijze les die we uit deze Oosterbeekse geschiedenis zouden kunnen trekken. Denk ik wel, ja. Dus het is gebeurd, zaterdagmiddag naar het voetballen te gaan. En wat moet u nou met die zaterdagmiddagen? Met mijn vrouw boodschappen doen.